Groet, stelletje onvriendelijke onderbroeken. En welkom bij een nieuwe aflevering van Mario Party 6. Zoals Guus Meeuwis zou zeggen, het is een nacht. Voor de mensen die de vorige aflevering niet gezien hebben, best onhandig dat je halverwege een potje Mario Party even komt kijken wat er aan de hand is. Maar ik zal heel snel uitleggen hoe deze map werkt, want het is stiekem best wel leuk. Het hele thema van Mario Party 6 is dag en nacht, maar meestal doen ze er niet zoveel mee. Wat is dit? Is dit dat ding dat hij ook in die andere game had? Oh, dat is fucking chill! Dat is het ding dat Bowser verdeelt iedereen's geld. Maar ik heb echt net al mijn geld uitgegeven. Ik krijg er geld bij! Lekker! Niet iedereen kan rijker worden. Dit is hoe een belastingssysteem een beetje werkt. Een herverdeling van de monies. Nou, Waluigi is er niks mee opgeschoten. In ieder geval, het ding is, de prijs van de ster is afhankelijk van de tijd op de dag. Overdag is de ster altijd 20 muntjes. En 's nachts is het zo'n beetje ieder willekeurig bedrag waar de game zin in heeft. We kunnen hier een rondje lopen. Dan komen we uiteindelijk weer uit bij die ding. Het is nu wel nog nacht en nu is hij heel goedkoop. Ik stel voor dat we deze route nemen. En vanaf nu, als je met iemand anders samen op een vakje komt, dan moet je natuurlijk een fantastische battle aangaan. Hey! We staan net niet op hetzelfde vakje, maar wel leuk je te zien. In ieder geval, ik wil vandaag een hele hoop gezellige dingen met jullie gaan bespreken. Misschien moet ik als allereerst gaan praten over het nieuwe seizoen van de sled van 6VWO. Vooral omdat ik eerder in deze serie gepraat heb over de sled van 6VWO. Ik geloof in Mario Party 7. Toen was seizoen 1. En toen was ik gewoon heel boos. Het was een heel erg cringy televisieprogramma. Gemaakt van onze belastingcenten. En ik moet dus oprecht zeggen, ik heb puur voor de grap en om weer te kunnen haten, volg ik dus nu hardcore het nieuwe seizoen van de sled van 6VWO. Het staat gewoon op YouTube. En ik moet zeggen, als je even om de cringe heen kijkt, tieners die conio zeggen en net iets te stoer willen doen en willekeurige gesprekken die je ergens opvangt. Oh, rapmuziek, dat is echt leuk. Ik luister wel eens Kraantje Papi. De dialogen vallen van alle kanten uit elkaar, maar stiekem, heel stiekem, behalve dat ik het nu toegeef, vind ik het oprecht best wel leuk. Het hele seizoen begint ook best wel cool. Gewoon filmtechnisch is het best cool gemaakt. Het begint met een meisje die in een restaurant zit met een man. En ze hebben een date en die man is best wel een flink stukje ouder, maar hey, dat maakt er allemaal niet uit. Vervolgens, kut, we zitten in de klas. Het nieuwe schooljaar, 6VWO. Hoofdpersoonmeisje zit bij Engels. En de nieuwe leraar komt binnen. En wie is het? Dam, dam, dam. Het was de man van het restaurant. Dus, ja, wat moet je dan doen? Misschien moeten we zeg maar de relatie even kijken. Hoe de fuck werkt dit? Nou, je moet gewoon de knop drukken die in beeld staat. Het is een A of een B. Dat klinkt alsof het wel te doen is. Oh ja, je wisselt telkens tussen A en B. Oké. Ik kan op knoppen drukken. Dat lukt soort van wel. Je zou zeggen, hey, we breken deze relatie af. Doen ze natuurlijk niet. Dit meisje besluit stiekem een relatie te hebben met haar leraar. Dat is de beste manier om het schooljaar een beetje door te komen. Hier en daar nog wat voldoendes voor Engels. Dus ze besluit een relatie te hebben met haar leraar. Helemaal lijp. Vervolgens is er een ander meisje in de tweede aflevering. Die zegt dat ze misbruikt is door dezelfde leraar. Hoofdpersoon meisje vindt dat niet leuk. En die gaat bewijzen dat ze niet misbruikt is. En dan blijkt, oh, ze loog. Omdat, weet ik veel, waarom doe je dat eigenlijk? Waarschijnlijk is de grote plot twist van het seizoen sowieso dat die leraars alle meisjes uit de klas stiekem deed. Op een gegeven moment zag je ook al dat een ander meisje een roos bij zich had. Dat wordt allemaal heel erg gehint. Maar dit soort dingen is het vaak dat de plot is gigantisch voorspelbaar. En ik vind het gewoon heel fijn als ik gelijk heb. Dat ik gewoon de aflevering afkijk en denk, oh, dat dacht ik al. Oh, ik bedoel, het is duidelijk gemaakt voor 12-jarigen. Ik ben dat niet. Mijn Rick en Morty IQ hangt te ver boven. Misschien is het een hele andere plot twist. We gaan het zien. We gaan het zien. Iedere dag 11 uur. Ik hang achter mijn tv. Met heel veel plezier op mijn gezicht. Want oh oh oh. De sled van 6VWO. Wat een avontuur. Eens even kijken. De ster kost nu 20. Dat is een beetje een probleem. Want dat is best veel geld. Ja, dat is vooral het probleem. Even kijken. We hebben wel een dikke vette 10. Laten we de map kijken dan wat handig is. We kunnen ook even bovenlangs. Ja, laten we dat maar even doen. Ik heb 9 nu toch nog? Ik heb nog 9. Even kijken. 1, 2... Even kijken hoor, viewboard dan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is wel een rood vakje.
Als ik deze kant op ga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Het is wel grappig om in deze molen te blijven lopen, maar ik heb dan niet genoeg geld, neem ik aan. Nee, maar dit kost waarschijnlijk geld. We gaan bovenlangs met het idee van, hey, laten we nog een ster kopen. Ik wil toch een soort van dit potje winnen ooit op een dag. Ah, we kunnen ook even een battle starten. Weet je, de meeste bots staan op medium. Ik heb nu zo'n dobbelsteen waarmee je kan gooien wat je wil. Kan ik gewoon mezelf op een anders vakje gooien. Even een ster stelen met een minigame. Moet ik hem wel winnen, anders heb ik het hele potje in één keer verpest. Ik wil ook even gauw gaan praten over een ander televisieprogramma. Sommige mensen hebben heel erg het gevoel dat televisieprogramma's vroeger beter waren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar kinderprogramma's. Ik denk dat het voornamelijk is omdat kinderprogramma's zijn heel leuk als je een kind bent. Dus als ik kijk naar de kinderprogramma's waar mijn moeder naar keek, dan denk ik echt, mam, dit is echt verschrikkelijk. En als ik kijk naar de kinderprogramma's waar kinderen nu naar kijken, denk ik, dit is echt verschrikkelijk. Maar de kinderprogramma's toen ik jong was, My Life as a Teenage Robot en al die meuk, oh, dat is fantastisch. Ik denk dat het meer gewoon een nostalgie dingetje is, maar vroeger waren er wel daadwerkelijk leuke televisieprogramma's. Ik kwam er dus gisteren achter dat er een programma bestond. Ik ga dit echt terugkijken, zo hard. Ik weet niet of jullie het kennen, het heet Herken de Homo. En het is een Wie is de Mol, maar dan 10 keer beter. Het is meer Wie in mijn hol. Wat ze doen is, je hebt een vrouw en een heleboel mannen. Een soort Temptation Island, want zij moet proberen een van die mannen te daten. Maar het probleem is, in het midden van hen is één man homoseksueel. En die doet ook mee voor een prijs. Iedereen is eigenlijk deelnemer. De homoseksuele man wint als de vrouw hem date en dus denkt dat hij hetero is. Terwijl alle heteroseksuele mannen in dit programma, die winnen als die vrouw denkt dat ze homo zijn. Dus je hebt een hele hoop homoseksuele mannen die proberen hetero te doen. En een hele hoop hetero mannen die proberen zich verdacht te maken van homoseksualiteit. Dus het wordt een beetje alsof ze dan heel erg een stereotype gaan forceren van, hey! En dat, ik vind dit zo fantastisch. Uiteindelijk kwam het er ook op neer, in ieder geval in een van de seizoenen, dat een vrouw smoor verliefd werd op een van die mannen. En toen in de finale bleek dat hij de homo was en dat ze keihard in elkaar gemaakt was. Oh, dat is toch fantastisch. Dit is toch, als ik dit zo hoor, behalve dat het een klein beetje homofoob klinkt, behalve dat hele stuk, klinkt het echt als mwah, fantastische televisie. Ik zou hier volledig voor gaan. Oeh, we gaan weer Conveyor Bolt spelen. Ik ben de één zeker, want ik kwam weer op een rood vakje terecht. Oh, dan winnen we dit keihard, joh. Het is het ding waar je op die wolk zit. Ja, lachen, man. Hartstikke mooi. Voor de rest wil ik graag een klein beetje praten over de nadelen van bekendheid. Het is voornamelijk zo dat ik las gisteren iets over Will Smith. Weet wel, die ene dude die vooral heel bekend werd vanuit zijn heerlijke rol in The Fresh Prince of Bel-Air. Ik las dus dat hij was best wel heel bekend voordat hij in The Fresh Prince zat. Dus hij was best wel gewoon al een bekend acteur. Maar kijk, hier moet je gebruik van gaan maken. Nu gaan ze neer. Dit soort punten. En dat een beetje afblokkeren, kunnen ze helemaal niks meer. Will Smith was in ieder geval redelijk bekend voordat hij in onze ogen redelijk bekend was. En het probleem was, hij was heel bekend, maar hij verdiende geen geld aan zijn bekendheid. En dat is kut, joh! Dat is echt, dat gun je niemand. En we hadden dus recent, was Barbie in het nieuws. Van Gerso Barbie. Ik ga voor de rest even helemaal geen gemene dingen over te zeggen, want voor de rest was ze voornamelijk in het nieuws omdat ze heel erg depressief was, meerdere zelfmoordpogingen. Echt allemaal zeer heftige shit. Maar zij was dus in het nieuws en ik las dus wat meer en zo over haar. En ik vond het dus heel interessant om dus mee te krijgen wat een beetje haar situatie is. Het ding is namelijk dat zij is heel bekend. Heel veel Nederlanders kennen Barbie. Het is niet de bekendste Nederlandse vrouw als we weer in de Captain Toad video schieten, maar ze is best bekend. En het ding is, zij is heel bekend, maar ze heeft er geen flikker aan, want voor die televisieprogramma's van RTL, waar bakken met geld mee zijn verdiend, heeft zij letterlijk geen ene hol voor gekregen. Dus zij wordt herkend door iedereen op straat, zij kan niet normaal over straat, maar ze heeft niet tegelijkertijd een grote zak geld, waardoor het haar geen ene flikker boeit, want hey, ik ben toch rijk. En ik geloof dat heel via King Alert is nu ook een beetje die hele discussie gestart, aangezien er waren wat filmpjes gelekt van Day, de ex van Enzo Knol, die aan het zoenen was met een jongen, en Paul probeert het ook een beetje op te starten van, hey, als je YouTubers dingen ziet doen op straat, film ze dan en stuur het naar me door. Wat best wel een inbraak is op privacy. Nou zeggen andere mensen weer, ja, als je bekend bent op het internet en je bent YouTuber en je zet jezelf bewust online, is dat een beetje je eigen schuld. Nou snap ik dat je het een beetje kan gaan verwachten als je rare dingen doet in een publieke setting en heel veel mensen kennen je. Het is nog niet netjes om mensen stiekem te fotograferen, maar natuurlijk kan je er wel van uitgaan dat het gebeurt. Ik kan me in ieder geval voorstellen, als ik niet meer normaal over straat kan, maar ik ben in ieder geval tantoe rijk, dan boeit het me geen ene flikker meer.
Zoals een Enzo Knol dat misschien zou hebben. Die gast heeft verdiend zoveel geld met zijn YouTube. Vooruit dan maar, dat je niet meer normaal over straat kan. Maar als je en niet normaal over straat kan, en je hebt letterlijk geen ene rode cent te makken, dat je daadwerkelijk gewoon naar een voedselbank moet omdat je zo weinig geld hebt. Dat zou je niet verwachten van zo'n persoon zoals een Barbie. Lijkt me flink ruk. Andere mensen die dat hebben, zijn mensen die bekend worden met bullshit zoals Dumpert. Dat je gewoon een... Je loopt lekker over straat en je moet opeens kotsen. Dit filmpje vindt het internet fantastisch en je komt op Dumpert. Gefeliciteerd, je hebt hier geen geld aan verdiend, maar iedereen kent je wel als die ene kotsgozer. Lijkt me een klein beetje nadelig. In ieder geval genoeg praten over televisieprogramma's. Ik wil in ieder geval iedereen aanraden om Herkende Homo te kijken. Ik heb geen idee waar je het kan kijken, anders moet dit programma gewoon terugkomen. Dat zou best leuk zijn. Oeh, krijgen we een battle nu? Nee, dat is eventjes flink jammer. 2-2 minigame. Voor de rest wil ik graag praten over taxivergunningen in New York. Als je toch nog een soort van een feitje tussendoor wil. Het zit namelijk zo. Ik heb eerder wel eens gepraat over hotdog vergunningen in Central Park in New York. Heel groot park. Heb je een vergunning nodig om een hotdogkraam te hebben. Net zoals je voor heel veel kraampjes een vergunning nodig hebt. Maar omdat zoveel mensen in een van de werelds beroemdste parken willen staan. Eens even kijken. We gonna do this. Dit is wel een leuke minigame trouwens. Je moet dus een plaatje kloppend maken. Hey, gast. Dank je. Die even uit. Gast. Deze. Pak hem. Nice. We got him. Ik ga even gauw oppassen hoor. Maar in ieder geval, die vergunningen voor een hotdogkraam die zijn flink duur. Maar ik kwam er dus achter dat als je in New York taxichauffeur wil worden, dan heb je ook een vergunning nodig. En die vergunning kon je een tijdje kopen bij de gemeente voor 1.3 miljoen dollar. Van, hey, ik wil taxichauffeur worden. Oké, heb je vergunning voor nodig? 1.3 miljoen dollar. Dat is gewoon een... Oh, je wilt taxichauffeur worden? Oké, dan moet je eerst 1.3 miljoen dollar hebben liggen. En dan kun je tante dure taxi worden. En kun je iedereen er even uittikken. Het fijne is wel, deze taxivergunning, een token werd het ook wel genoemd, kon je gewoon doorverkopen. Dus op een gegeven moment ben je klaar. Ga je met pensioen. En heb je wat geld nodig, dan kun je gewoon die token... Even kijken hoor. Ik heb genoeg geld voor een ster in ieder geval. Dus even te kijken of ik nog met iemand al gelijk op een vakje wil komen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, oké, ik kan met niemand op een vakje komen of ik moet recht doorlopen. Ook niet echt. Ik kan zeker wel die kant op. Even kijken hoor. 1, 2. Ik kan ook gewoon 3 gooien, dan kom je daarop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, ja. Ik kan best de 3 gooien dan, denk ik. Dat is het leukst. Ja, laten we 3 gooien en iemand uitdagen voor een battle. Gewoon puur om het een beetje spannend te maken. Even kijken, pakken we even deze. De Sluggish Room, yay! Je zou hem ook kunnen gebruiken om nog een heel rondje over het bord te lopen. Maar fuck die shit. Ik vind dit wel een leuk gebruik van deze dobbelsteen. Yes! We hebben de 3 te pakken. We willen een ster kopen hier, maar natuurlijk. We kunnen echt voor 2 sterren gaan battelen. Als we echt met tante veel sterren willen eindigen. Maar als ik dan verlies, wordt het wel echt heel pijnlijk. Ik kan ook conservatief 1 ster inzetten. En als ik dan verlies, dan is er nog een kans dat ik win. Vooral als ik hem inzet tegen iemand anders die ook maar 1 ster heeft. Ik moet even kijken hoeveel risico ik wil nemen. Aan de andere kant, hoe meer risico, hoe interessanter je video wordt. In ieder geval, die taxivergunningen waren dus 1.3 miljoen dollar. En het fijne was dat je kon hem wel doorverkopen. Dus dat was eigenlijk gewoon je pensioen. Je wist gewoon, als ik op een gegeven moment klaar ben met werken en ik heb die hele taxivergunning terugbetaald, dan verkoop ik gewoon mijn taxivergunning door voor 1.3 miljoen. En dan kan ik met pensioen. Toen kwam opeens die gekke... Oh, ze hebben allemaal maar 1 ster, dat scheelt. Kwam opeens die gekke van een bedrijf dat je misschien kent als Uber. Kwam opeens die gekke van Uber. En het probleem was dat daardoor konden heel veel mensen gratis... Je kon gewoon zonder taxivergunning opeens mensen rond gaan brengen. Taxivergunning is nodig als je de taxi wil rijden. Maar als je via een app gewoon mensen een lift kan geven voor een leuk bedragje. Dat was een gigantische competitie met die taximarkt. Waardoor ja, als je 1.3 miljoen vraagt voor zo'n vergunning, dan is een taxiritje best duur. Want je moet die 1.3 miljoen uiteindelijk terug gaan verdienen. Oeh, ik heb deze minigame wel eens eerder verloren. Dit wordt verschrikkelijk. Dit wordt echt verschrikkelijk. Ik wil echt nu al kapot. In ieder geval, toen Uber kwam, is de waarde van zo'n taxivergunning is gedaald naar $100.000. 1.2 miljoen in waarde gedaald. En wat ervoor gezorgd heeft dat er een gigantische hoeveelheid zelfmoorden zijn geweest onder taxichauffeurs. Dat is geen leuk iets, maar ik wilde gewoon even zeggen, de volgende keer dat je bij Uber zit. Als je in een Uber stapt, dan weet je even wat je gedaan hebt. Uiteindelijk zijn die taxichauffeurs ook gewoon grote lullo's hoor.
zoveel geld vragen voor... Oh nee. Oh nee. Dat was de eerste checkpoint, of niet? Moet ik weer helemaal terug? Nee. Oh, dit is pijnlijk. Nee, je moet echt even opletten met hoe dit cutting draait. Want, wauw, wat een hel. Gelukkig is Daisy, ik wou zeggen, niet veel verder, maar she is. Ik zie bij haar een blauw deel. Of is haar baan gewoon blauw? Voor mij is dat het gewoon, of niet? Is een checkpoint toch? Toch? Is dit een check? Dit is een checkpoint. Oké. Oké, Rick, rustig. Hij sprong niet. Ze heeft wel een checkpoint. Ik twijfel of ze nou wel of niet een checkpoint heeft gehaald. Nee, oké, ze is hier. Oké. Je moet vooral even goed opletten dat je niet wegglibbert. Er zijn wat puntjes om op te letten, maar... Oh, Daisy, nee! Daisy, nee! Finish. Ik glibberde zo hard, Daisy! Oh! Dat was niet best. Ik zag deze minigame al en ik dacht, ja... Ja, maar een stuk. Het is mooi geweest. Ik kan met die taxichauffeurs wel echt... Als je al heel oud bent en je bent verwacht... Hey, ik heb een miljoen en die verlies je opeens. Ik kan me echt heel erg voorstellen dat je daar... Dat het een flink harde klap kan zijn. Ik heb voor de rest geen exacte getallen. Maar uiteindelijk was er echt een gigantische golf aan zelfmoorden onder taxichauffeurs. En toen op een gegeven moment zijn er wat regels gesteld van... Hey, Uber, dit en dit en dat. Net zoals je dus momenteel heel erg problemen hebt met Airbnb. Dat sommige mensen gewoon hun huis... Het hele jaar lang verhuren met Airbnb. Wat echt praktisch een jaarsalaris is. Je hoeft gewoon niet meer te werken, joh. Dus hebben ze allemaal regels van mag maar 3 maanden, blablabla. Maar wij mensen kutten daar allemaal lekker doorheen, joh. Oh nee, wat doet ze? Wat? Krijg je gewoon gratis een ster? Trouwens, wat is er gebeurd? Ik ben een ster kwijt, maar... Volgens mij heb ik bij de regels van de battle iets verkeerd ingesteld. Want ik zie dat ik heb momenteel 2 sterren. Maar Daisy heeft er nog steeds 1. Dat is heel raar. Ik heb geen idee wat daar is gebeurd. Of heeft ze er nu 1 ingezet? Waarschijnlijk heeft ze er nu 1 ingezet. Please, kies verkeerd. Haha! Nice. This is where the star was hiding. Oh, balen. Oké, nou in ieder geval, ik sta momenteel nog steeds eerste. Ik denk dat we nog steeds kunnen winnen. Zolang de game was niet keihard night. Ik zou eigenlijk even moeten proberen op een vraagtekenvakje te komen. Oei! Wil je battelen? Battle met Daisy! Zet een ster in als je durft! Oh, een rematch! Een rematch! Jij durft! Ik heb wel zin in een rematch eigenlijk. Eigenlijk best wel zin in. Oh, ik had trouwens afgelopen gisteren een video gezien van gierige gasten. Ik vond dat redelijk interessant. Het ging over een of andere televisienominatie, televisiering ofzo. En zij wilden graag zelf zo'n prijs winnen. Het idee van de video is heel grappig. YouTubers kunnen niet een televisieprijs winnen. Want... Oh, nee. Oh, nee. Niet deze minigame meer. We gaan helemaal dood. Oef. Ik ga iets beter mijn best doen met een soort tactisch element hierin verwerken. Maar ik kan echt niks beloven. Ach, het is zo helemaal. Hebbes. Teleport me to the next one. Yes! Fuck yes. Yes! Ik ben een god! Ah, shit. Deze zit nog steeds op de eerste. Oh, fuck, dat is te vroeg. Oh, nee. Goed, oké, nice. Ik had de vorige keer een beetje gekeken waar het fout ging in mijn video. Het ging bij die laatste fout. Je moet ongeveer, als hij helemaal op de andere kant is, dan moet je springen. Dat zeiden mensen in de reacties ook. Jullie hadden gelijk. Dit is een zeer goede tijd. Ik heb mijn ster even teruggewonnen. Fuck jou, Daisy. In ieder geval. Gierige gasten wilden dus graag een televisieprijs winnen. Maar ze konden niet meedoen, want ze waren een YouTube kanaal. Dus zeiden ze, hey, als we nou in het televisieprogramma zitten en dan zorgen dat het televisieprogramma wint. Wauw. Dan... ook, weet je wel. Dan hebben wij ook gewonnen. Dus wat ze deden is, ze gingen zogenaamd kijken tussen de programma's van, oh, waar kunnen we inkomen? En dan, oh, Utopia, daar kun je gewoon binnenlopen. Dus wat ze eigenlijk gedaan hebben is, dit is gewoon één grote gesponsorde actie vanuit Utopia. Die zeiden, hey, we willen graag die kutprijs winnen. Zorg ervoor dat al jullie kijkers erop gaan stemmen door ze op een of andere hele neppe manier enthousiast te maken. En die hele video gaan ze dan zogenaamd inbreken. Maar, ja, er zijn cameramannen op iedere hoek. Het is best duidelijk dat ze niet aan het inbreken zijn.
Ik vind het jammer, dit soort dingen. Het is gewoon een hele smerige actie. En dit laat ook zien hoe die prijzen voor beste televisieprogramma nergens op slaan. Het is net zoals met die Feed Awards, wat ik toen al zei. Het is gewoon, wie kan het hart smeken, stem op ons. Oh, we gaan gewoon YouTubers erbij halen die hun minderjarige kijkers heel enthousiast maken van oh, ik wil dat deze YouTuber de prijs wint. Nee, ze worden gewoon betaald om ervoor te zorgen dat het andere programma weer de prijs wint. Dat ze weer meer geld krijgen. Het is één grote geldmachine. Ik kreeg ooit laatst geld aangeboden om mijn kijkers te vragen een website te crashen. Het idee was dan, ik krijg zakgeld. En dan moet ik zeggen, oh kijkers, laten we met z'n allen een account maken op deze obscure website die niemand wil. En dan de servers kapot maken. Ik denk, dit is echt zo lame. Zeg gewoon, hey kijkers, ik word betaald dat jullie allemaal een account hier aanmaken. Want dan zijn er veel accounts. Waarom zou ik een willekeurige poepwebsite, die grotendeels in het Spaans was, willen crashen? Ik heb uiteindelijk gezegd, nou, voor heel veel geld wil ik best heel dom gaan doen. Maar zei ze, nee, je krijgt echt niet heel veel geld. Zei ik, oké, laat dan maar. Ik ben beter dan dit. Zeg maar, als ze me nou 1000 euro geven om dit te doen, dus dan zeggen de meeste kijkers, ah hoor, ik doe lekker. Wij maken toch geen account aan op deze poepsite. Oh, fuck, boe, kom hier jij. Wel een leuke minigame dit trouwens. Allebei stickies. Pra pa 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 pa. Nice. Dus ja, ik vind het gewoon een beetje... Ik hou er niet van wanneer je tegen je kijkers doet alsof ze debiel zijn. Sowieso, heel veel YouTubers hebben ook heel erg de aanname. Waarschijnlijk ook omdat het deels waar is dat al je kijkers minderjarig zijn. Ik merk in ieder geval, vooral bij livestream, dat ik ook nog best wel wat kijkers heb die iets wat ouder zijn. Dus ik probeer dan ook heel erg niet al mijn kijkers aan te spreken alsof ze 5 jaar oud zijn. Oeh, Sterk is echt heel goedkoop nu. Ik sta totaal niet in de buurt, het is very sad. Misschien kunnen we er nog komen, kan ik er nog even 3 bij kopen namelijk. This changes everything, let de laatste beurt. Verandert alles nog. Please, een 10. Dat is 12, dat is redelijk hoog, maar niet hoog genoeg vrees ik. Niet hoog genoeg voor een heel rondje over het bord heen. Deze heeft vooral moker veel geld. Maar voor mij was ze er net langs gelopen, toch? Stop right up to the lucky wheel. Play lucky wheel for 10 coins. Wanna try? Yes. Fuck yes. Oké, dan moet hij die schatkist hebben dus. Kijk er. Nee, misschien zijn we natuurlijk... Dit is best een goed gokje geweest. Vooral want ik won. Als we zo meteen op gelijk of het sterren komen, gaan het natuurlijk om wie... Maar ik heb echt het gevoel alsof Daisy nu in de laatste beurt 4 sterren koopt en dan keihard wint. Dat zou echt een vernedering zijn. Oh, wat doet dit voor leuks. Ik ben op een vraagtekenvakje gekomen, dat is fijn. Voor mij is er niemand 2 keer op een... Oh, man! This sucks. Oh, Daisy kan ook niks kopen. Oké, het gaat prima, het gaat prima. Waar had ik het ook weer over? Je kijkers misleiden. Maar sommige YouTubers hebben bijvoorbeeld ook in hun banner staan. Ik heb in mijn banner staan elke dag om 2:30 2 epische afleveringen of zo. Sommige YouTubers hebben ook elke schooldag een nieuw filmpje. Dat ik denk, ja... Zeg maar, als ik dan wel een kijker zou zijn die niet meer naar school gaat omdat ik een gast van 40 ben. Dan voel ik me ook zo, ben ik wel op de goede plek. Dit voelt wel een beetje als een kinderspeeltuin waar ik nu beland ben, weet je wel. Je kan ook neerzetten... Elke werkdag een nieuw filmpje. Want schooldag en de werkdag zijn voornamelijk redelijk hetzelfde, toch? Of sinds wanneer is een zaterdag ook een werkdag? Elke dag dat je niet naar de kerk gaat, een nieuw filmpje. Behalve zondag ook een filmpje die heel lang is. Gewoon met dat soort dingen. Of wanneer ze er in een video heel erg van uitgaan dat iedere kijker nog naar school gaat. Van, oh, jullie hebben nu vakantie. Zo van, nou ja, ik heb geen vakantie momenteel. Ik zit op de universiteit en heb je helemaal geen herfstvakantie. Ik ben gewoon in mijn holtes genomen. Maar je gaat er nu vanuit dat ik een vakantie heb. En dat mag niet. Did you just assume mijn vakantie? Did you just assume mijn vakantie? De mijn vakantie. My vacation. Wauw. Dit slaat nergens op. Oké. Even kijken. Heeft Daisy al gespeeld? Jazeker. Nou, niemand heeft er heel veel geld bij gekregen. Laatste minigame. Een 1 tegen 3'tje. Maar deze keer ben ik de 3. Ik ben meestal de 1. Maar telkens op rode vakjes kom. Ik weet niet hoe ik dat doe. Doe maar sink or swim. Ja, die wou ik graag. Eigenlijk niet, maar hè. Heb ik ooit een keuze? Dacht het niet. Oké, dan. Oh, dat is deze minigame. Maar ging de vorige keer keihard dood. Terwijl ik was aan het uitleggen was hoe makkelijk dit was.
Altijd, altijd. Je moet dus vooral ook een beetje opletten. En in principe wil je gewoon zo laag mogelijk in het scherm zitten, want dan ga je niet dood. Maar af en toe moet je ook even wat zuurstof hebben natuurlijk. Hoe ga je weer naar beneden? Hoe ga je weer naar beneden? Hoe ga je weer naar beneden? Oh, oké. Fuck. Boe, nee. Naar rechts. Omhoog. Kut. Nee. I got him. Oké, nog 6 seconden. Dat kan ik gewoon overleven op de bodem. Ga omhoog, Waluigi. Je hebt zuurstof nodig. Finish. Did it. Ik heb mijn eentje gewonnen, maar hey. Tuurlijk wint Daisy en Waluigi ook. Je hebt zo goed je best gedaan in doodgaan. Gefeliciteerd, sukkels. Ik hoop wel oprecht dat ik ergens erkende homo kan kijken, want dit programma klinkt echt fantastisch. Well played! It's time to see how everyone fared. Ik moet even kijken wat de titel van deze video wordt. Het liefst zou ik herkende homo als titel hebben, maar dan krijg ik sowieso demonetization. Slet, sowieso demonetization. Ik kan het vertalen naar het Duits. Die slompen van seksgymnasium. VBO is in het Duits. Alles wat mijn VBO is, heet in gymnasium in Duits, want ze zijn raar. Ik zal even kijken. Waarschijnlijk maak ik er iets van de sloerie van 6 VWO. Dan wacht ik zeg maar tot ik alle views grotendeels heb. En dan verander ik het naar de slet van 6 VWO omdat het mooier is. Maar dan boeit het me toch niks meer als er geen reclames op zitten. Ik heb het nu telkens met die Reddit video's. Die worden gewoon iets van 13.000 keer bekeken. Dat is waarschijnlijk wel een goede 13 euro reclameinkomsten. Maar die krijg ik niet omdat Reddit en memes in de titeldingen staan. Vervolgens... Als hij eenmaal 12.000 keer bekeken is, na een week, zegt YouTube, ja, we hebben naar de video gekeken. Hé, hey, er mogen reclames op. Zeg maar ja, dat is echt net te laat. Het is niet alsof ik nu helemaal failliet ga en baal dat ik de hele dag op straat herkend word. Referentie naar eerder. Geen geld, wel de fame. Dat valt allemaal reuze mee, maar ik wil wel graag met 13 euro als het even kan. Dan moet je maar gewoon, als het systeem jou niet gunt, moet je het systeem ook niet gunnen. Moet je gewoon je titels... Ik heb ook bij zoveel oude video's het woord piemol veranderd in plasser. Maar dat was meer omdat ik bang was mijn kanaal kwijt te raken. Het waren echt allemaal video's van 500, met 500 views van 10 jaar geleden. Die gaat niemand nu kijken. Moet je gewoon niet doen. Ze zijn gewoon niet leuk, dus... Please, hou je in. In ieder geval, ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor het kijken van deze aflevering van Mario Party 6. Volgende aflevering zijn we weer terug. Er is een klein beetje haast. Ik wil deze game natuurlijk wel uitspelen voordat de nieuwe Mario Party komt. Super Mario Party. Ik zat gisteren met mijn rijleraar in de auto, want ik had rijles. En hij vertelde mij, we hadden het over de nieuwe Mario Party. Hij heeft ook een Switch gekocht. En hij zit ook eens aan mij te vragen van, oh, ik heb deze game gekocht voor mijn kinderen. Wat zou ik nog meer kopen? Hij had gisteren Mario Odyssey gekocht via Marktplaats voor Kids. Maar hij vond het zelf ook alweer heel leuk. Hij had het over Mario Party. En hij zei, ja, dat speelde ik vroeger altijd vet veel met mijn vrienden. Gingen we altijd heel veel blowen en Mario Party spelen. Ik denk, ja, dit is mijn rijinstructeur. Ik ben wel bros met hem. Volgende busvideo met mijn rijinstructeur. Ik heb dus trouwens wel mijn theorie-examen gehaald. Aangezien ik vorige week een video had gemaakt waar ik aan het oefenen was en het ging heel slecht. En ik had het dus met hem erover. Iemand zei, film ook je rijles. En hij zei dat hij dat best wel prima vond. Dus ik kan misschien binnenkort, hang gewoon even een cameraatje achter in de auto. Ik heb nu 6 lessen gehad, dus ik ben nog steeds zeer matig. Maar ik kan een beetje schakelen en remmen tot 1000 toeren. Schakelen naar z'n 2, remmen tot de 30, rotondetje pakken, bats, boom, weet je wel. Ik ben een beetje aan het beginnen. We zijn er niet de snelweg op geweest. Wat ik tenminste, toen ik eerder ooit een eerste les had voor Banjo Town wel al had. Maar misschien dat je binnenkort daar een video van ziet. Als je dat boeit. In ieder geval dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Mario Party 6. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik je volgende aflevering weer terug. Dankjewel voor het kijken. Doei!